Vandaag nam in de loop van de dag vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Allemaal omdat er een weersverandering op komst is. Ja, en hoe dat gaat lopen, dat ga ik je nu vertellen. Op de satellietfoto achter mij zien we een flinke krul boven de Britse eilanden liggen, met de uitloper daarvan over ons land. Het midden van die krul, het centrum van een lage drukgebied. Dat is allemaal van het lage drukgebied dat de Britten gisteren Storm Evert hebben genoemd. Dus de letter E op de stormnamenlijst voor West-Europa. Dat systeem ligt nu boven de Britse eilanden. Dat heeft daar voor flink wat wind en ook schade gezorgd. Maar is inmiddels boven land een stuk afgezwakt. Nou, het mooie zonnige weer dat zien we verder naar het oosten, boven Oost-Duitsland, ook Polen en Tsjechië. Daar ronduit zomerse omstandigheden. En ook verder richting Zuidoost-Europa flink heet weer. Nou, bij ons dus niet. Temperaturen vrij gematigd, een graad of 19 op de meeste plaatsen vanavond. En dan ook een toenemende zuidwestenwind. Boven land wordt de wind matig tot vrij krachtig. In het noordwestelijk kustgebied en later ook op de Wadden kan de wind uiteindelijk zo krachtig, soms bij buien ook stormachtig, uit het zuidwesten waaien. Dan is ook kans op windstoten van 75 tot 80 km per uur. Dat gaat vannacht onverminderd door, met name het noordwestelijk kustgebied en later ook de Wadden. Daar lange tijd nog een krachtige tot harde west- tot zuidwestenwind. En tijdens buien kan de wind zelfs nog eventjes iets sterker zijn. Stormachtig, windkracht 8. En dan is er dus ook kans op zware windstoten. Nou, elders in het land vallen ook pittige buien. Kunnen windstoten voorkomen van zo'n 60 km per uur. Dus ook daar is het voor campinggangers een wat spannender nachtje. Morgen overdag dan hebben we nog een lange tijd te maken met die stevige wind. Met name in het noordelijk kustgebied blijft het lang krachtig tot hard waaien. Pas in de namiddag en avond neemt op veel plaatsen de wind weer in kracht af. Dus ook met name morgenochtend moeten we nog rekening houden met zware windstoten. Zeker bij buien, ook in de noordelijke provincies boven land. In verdere landinwaarts kunnen ook pittige buien vallen, maar daar vallen de windstoten een stukje lager uit. 60, misschien 70 km per uur bij een pittig exemplaar, waarbij ook kans is op onweer. Temperaturen echt aan de lage kant voor de tijd van het jaar. Zo'n 19 graden, gemiddeld over het land. En met die stevige wind voelt het dan ook nog een stuk frisser aan. Wisselvallig weer houden we voorlopig vast. Zondag voelt het wel wat minder koud aan. Dan is de graad of 20 in een wat vochtigere lucht. Dan kunnen ook pittige buien vallen, lokaal ook met veel regen in korte tijd. Maandag en dinsdag verloopt dan op veel plaatsen toch overwegend droog. Er kunnen wel een paar buitjes vallen, maar over het algemeen stellen die niet heel veel voor. Dinsdag is alleen nog een beetje spannend of een regenstoring het zuidoosten bereikt of niet. De dagen daarna komen regenstoringen weer in de buurt. Het blijft aan de koele kant en ook het wisselvallige weer houden we dus voorlopig nog vast. Ik wens je verder nog een fijn weekend.